De eerste wijziging die opvalt is de starttijd van de stille tocht. Vorige jaren was dat 6:30. Nu staat er stipt 6:12 in het programma. Precies om 6:12. Wat een gekke tijd. Waarom is dat? We zorgen dat iedereen zo goed mogelijk op de juiste plek terechtkomt. En daar is dit voor nodig. Het begin, de Stopera, en het einde, de Dam, die zijn hetzelfde. De vorige jaren ging de tocht via de Magere Brug en de Utrechtse Straat naar het Rembrandtplein. Nu slaat de tocht rechtsaf naar de Walter Suskindbrug. Dit is een brug waar Amsterdammers elke dag overheen fietsen. In een buurt die vroeger enorm Joods was en door de... Door de verschrikkingen van de oorlog helemaal weggevaagd is, de mensen die er wonen. Vanaf deze brug vervolgen de deelnemers hun tocht over de Blauwbrug en door de Amstelstraat. We hebben de tocht wat ingekort omdat de aankomsttijd bij de Dam wat vroeger is vanwege de maatregelen die daar nu getroffen zijn. Daarover straks meer. De rest van de route blijft hetzelfde als vorig jaar, dus via de Munt en het Rokin naar de Dam. En dan komen de deelnemers van de stille tocht hier aan, op een van de plekken waar toegangspoortjes staan. Die zijn dit jaar nieuw. En de mensen die hebben gereserveerd voor de herdenking, dat moest dit jaar ook voor het eerst, worden dan hier gefouilleerd en moeten door zo'n poortje. Dat kan op 3 verschillende plekken. De tweede optie is de Paleisstraat. En ook komen er poortjes op het Damrak ter hoogte van de Bijenkorfgarage. Je kunt trouwens niet op de dag zelf bepalen in welke ingang je zin hebt, want dat staat al op je reservering. Daar staat ook een tijdslot op, zodat niet alle 10.000 deelnemers, want zoveel zijn dat er dit jaar, allemaal tegelijk aankomen. En dan is er nog iets nieuws. Je mag dit jaar niet zelf je plekje kiezen, dat wordt je toegewezen. Blijft er dan helemaal niks hetzelfde dit jaar? Jawel hoor. Er zijn toespraken, er zijn kransleggingen en om 8:00 is het op de Dam 2 minuten stil.